Vandaag lijkt soberheid het enige antwoord op de economische crisis in Europa. En toch worden er steeds meer mensen armer en armer. De automatisering van de productieprocessen en het vergaren van rijkdom door financiële instellingen veranderen onze visie op werk. Er wordt steeds meer geproduceerd door steeds minder mensen en de werkloosheid stijgt enorm. Betaald werk is niet langer een recht voor iedereen. Het goede nieuws is dat nooit eerder in de geschiedenis de menselijke samenleving zoveel rijkdom heeft geproduceerd. Maar terwijl de rijkdom groeit door de arbeid van iedereen, wordt deze rijkdom ongelijk verdeeld tussen alle burgers. Wij, Europese burgers, stellen een alternatief voor. Het is geen nieuw idee, maar de tijd is rijp voor invoering. Het heet het onvoorwaardelijk basisinkomen. Heb je er al van gehoord? Nog niet? In artikel 25 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens lezen we: een ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor gezondheid en welzijn van zichzelf en het gezin, inclusief voedsel, kleding, huisvesting, medische zorg, noodzakelijke sociale diensten en werkloosheidsuitkeringen. Hier is het. Het basisinkomen moet zijn universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg om iedereen de mogelijkheid te bieden een menswaardig leven te leiden. Dit nieuwe fundamentele recht voor de mensheid zou niet enkel armoede uitroeien, maar is ook een manier om informele arbeid te ontwikkelen, zoals bij artiesten, ouders, vrijwilligers. Het is ook een economische maatregel. Een basisinkomen voor iedereen betekent ondersteuning van lokale handel. Daarom maakt het ons mogelijk ons burgerschap volledig te benutten. Hoe financieren we het? Makkelijk. Er zijn diverse mogelijkheden. Banken en hoge inkomens belasten. Belasting op consumptie, luxezaken en vervuilende producten. En hoofdzakelijk zelffinanciering. Door het versimpelen van een lange lijst van huidige uitkeringen, diverse subsidies en achterhaalde overheidsdiensten. Wat wij voorstellen is veel eenvoudiger, rechtvaardiger en transparanter. Iedereen krijgt een basisinkomen zonder daarom te vragen. Maar het is wel zaak om zelf meer geld bij te verdienen. Wij, als Europese burgers, hebben een handtekeningenactie gestart via een Europees burgerinitiatief om de Europese autoriteiten ons manifest in oogschouw te laten nemen. Dus, wat is de uitdaging? Ten eerste moeten we een quotum halen in minimaal 7 Europese landen. 15 landen doen mee aan deze campagne en proberen ondertekeningen te verzamelen. Hopelijk gaan meer landen meedoen. De Europese Commissie moet onze voorstellen in overweging nemen wanneer we 1 miljoen steunbetuigingen hebben. En wanneer geaccepteerd, zullen diverse onderzoeken worden gestart naar de invoering en de hoogte van het basisinkomen. Wij moeten ons mobiliseren door het organiseren van bijeenkomsten, het opzetten van netwerken en door erover te praten met vrienden en in je omgeving, dat er een nieuwe idee groeit in Europa. Bedankt voor het bezoeken en ondertekenen van de petitie.